Vandaag zijn we aangekomen in het zeer natte, maar prachtige Elst. Wij gaan hier meedoen met de Linge Zegenrun. Dit is 2 rondes van 5 kilometer. Ja, ik heb de dure camera's eventjes niet aanstaan op dit moment. We gaan alles doen met GoPro'tjes. Want wat ik al zei, zeer vochtig. Wij gaan op zoek naar de start en ons startnummer. Goedendag, ik kom even mijn startnummer ophalen. We hebben ons startnummer binnen, nummertje 61. Wij gaan hem even bevestigen en wij gaan richting de start. Nou, ik heb iemand gevonden van de organisatie. Met wie heb ik het genoegen? Met Theo van Manen. Dag Theo. Nou, wij zijn helemaal uit Emmen gekomen. Helemaal naar Gelderland toe. Wij gaan deze run doen, de Linge Zegenrun. Ik hoorde dat deze run meermaals per jaar gegeven wordt. Ja, rondom de 6 weken. Het is een traditie voor de vereniging dat iedereen zijn PR en een mooie trainingsloop. Een parcours van exact 5 kilometer. Die kun je 1 of 2 rondes doen. En we hebben ook voor de beginners nog een rondje van 3 kilometer. Dus ja, voor iedereen is er wat. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik ga dan de 10 kilometer doen. Is het allemaal onverhard parcours of zit er ook verhard tussen? Het is allemaal verhard, ja. Oh, dat is hartstikke mooi. Dan hoef ik niet door de modder. Want zoals jullie zien, jongens, het regent behoorlijk. Nou ja, wij gaan hem lopen. Ik hoorde dat er maximaal 150 deelnemers meedoen. Ja, klopt. En we hebben nu zo rond de 80 deelnemers. Dus met dit weer zijn we heel erg tevreden. Ja, dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Ja. Nou, wij gaan hem doen. Wij gaan ons startnummer opdoen. Wij gaan de loop doen. Ik hoop dat het genieten wordt. En ja. Is goed. Dankjewel. En jij heel veel succes. Hartstikke bedankt, hè. Oké. Nou jongens, het begint harder en harder te regenen. Maar wij gaan hem doen, jongens. De 10 kilometer Linge Zegenrun in Elst. Geniet maar mee. Geniet van de druppels op de lens. En wij zien elkaar bij de eerste gegarandeerde pitstop wel weer. Jullie lopen, het regent. Ah, wat goed, heerlijk. Heel veel succes. Ja, gewoon volgen.
you do it. You blow my mind without a word. Ooh, stuck upside down. I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on, show me what you got.
Thank you.
Nou jongens, ik heb er bijna 3 kilometer op zitten. Nou, ik heb besloten, gezien het 2 keer hetzelfde rondje is, dat we deze gewoon even 1 keer gaan lopen. Ik heb een klein beetje een paar pijntjes aan de benen, de knie natuurlijk weer. Niet zo erg, maar laten we het niet forceren. En ik heb alles nat. Alles is vochtig. Nou ja, niks aan te doen. Dit gebeurt ook met het hardlopen. En jongens, vergeet eventjes niet eventjes abonneren, subscribe, like, ringel aan het belletje. En maak mij weer gelukkig. Dan gaan we deze 5 kilometer, die ik dus nou ga doen, eens even heerlijk afmaken. Ik zie dat er nog maar 2 te gaan is. Dan valt het wel weer mee. Vooral als je die marathontrainingen gewend bent. Nou, jongens. Wij gaan nog even 2 kilometer lopen. En we zien elkaar zo bij de finish. Jodel! Just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. And I always pick you up. I have to sleep in the bed I made.
that you're coming by. But you always pick me up. Times before, baby, it's now or never. Gotta leave this town, and I know what you're asking for. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. Lost outside of nowhere, a stormy rain tried to wash away the dream. Staff one, it says a worn out sign, and the diner's name is California Dreams. We'll be right back.
Nou jongens, we hebben hem alweer in zicht. De finish van de 5 kilometer en niet de 10. Oh, even ons lensje poetsen eer wij over de finish komen. Ja, mag ook niet veel helpen. Nou jongens, bijna gehaald. 5 kilometer en wij gaan nu zo de finish over. En ook nog binnen een half uur, moet je kijken. Heerlijk. Nou. En gehaald. Yes. Dat was hem dan. De 5 kilometer. En niet de 10 kilometer. In Elst. En wij gaan nu direct door naar de afsluiting. Nou, we zitten nu even achter de schermen bij de Lingenzegerrun in de auto waar de tijdswaarneming wordt gedaan. Eens even kijken wat er allemaal gebeurt hier. Ja, hier gebeurt heel veel. Hè. Hier wordt alle tijden geregistreerd. De starttijden, de finishtijden, die worden allemaal automatisch omgerekend naar de netto-bruto-tijden. Ja, en je ziet het op scherm, ze worden live gepresenteerd in de auto, maar ook buiten. En ja, ze staan ook live op hardloopuitslagen.nl, wordt alles gezien. Dus ja, heel leuk. Maar, wel, het blijft regen, maar in de auto is het wel heel lekker. Ja, we hebben het hier iets lekkerder dan het met de run was. Nou was het ook behoorlijk nat hoor, met de run. Maar ik vind het even mooi om te zien jongens. Kijkt u maar even mee wat er allemaal wel niet komt kijken. Alle handen computers, tegenwoordig gaat niks meer analoog. Dat was hem dan, de Lingenzegerrun. En dan niet de 10 kilometer, maar de 5 kilometer. Ja, het regende zo bikkelhard. En ja, ik voelde mijn buik al bijna niet meer. Die was zo verdoofd, zeg maar, van de kou en van de regen. En ik voelde mijn knie alweer een beetje opspelen. Dus ik denk, ik doe hem eventjes rustig aan. En gezien er toch twee dezelfde rondjes zijn, heb ik hem gewoon één keer gedaan. Ja, een zeer natte editie. Ja, het was een hartstikke leuk opgezette run. Ja, het was zeer genieten. En ja, dat gaan we natuurlijk volgende week ook weer doen. Volgende week zitten we wat dichter bij huis. We gaan volgende week lekker naar Winschoten toe. De Blauwbek Marathon. Ja, blauwbekken, dat doen wij hier nu ook. Maar ik heb natuurlijk weer wat lekkers mee. Trouwens, vergeet even niet jongens, even abonneren, subscriben, like de video en ringel even aan het belletje. En dan gaan jullie nog heel wat mooie video's zien. Eens even kijken wat mij meegenomen is vandaag. Vandaag hebben wij de Victoria Strong Blond Beer. Kijkt u eens even. Ja, dit is een lekker biertje. Een stevig biertje zie ik. 8% vol is hier. Dus dat is wel een behoorlijke. Ja, wij gaan eens eventjes, we gaan eens even kijken hoe die smaakt. En wij gaan er eens eventjes heerlijk van genieten, hoop ik. Zien of hij plopt. Hij plopt niet, jongens.
Maar we gaan hem eens even proeven. Komt-ie. Oh, dit is wel een, ja, dit is wel een lekker zwaar biertje. Heerlijk om te drinken. Ik stap hem ook even hartstikke lekker op. Wij gaan er heel erg van genieten van het pilsje. Ik heb hem ook weer verdiend. 5 kilometer, geen 10 jongens. Sorry. Maar in ieder geval, volgende week wel de 10 in Winschoten. De Blauwbek Marathon. Ik zie jullie dan. En ik kan alleen maar zeggen, geniet van het weekend. Geniet van het leven. En geniet van de week. Tot de volgende Russell's Running Channel. Proost. Ja, dat is wel leuk.